Ik ben Chiara Rooftoft en ik heb eigenlijk een heel grote passie voor cijfertjes en voor logica. En daarom ben ik dus leerkracht wiskunde geworden hier op Campus Botaniek. Op onze campus focussen we wel op zorg en wetenschap, eigenlijk in onze uren seminari. Daarin gaan we de talenten van jou ontdekken en je ook leren kiezen. Dit doen we door eigenlijk een individueel talentenportfolio op te starten. En daarin gaan we zien wat je graag doet en ook wat je goed doet. In onze 1A is het nog vrij algemeen, maar gaan we wel al die zorg en wetenschap verkennen en al wat naar thema's kijken, zoals EHBO, gezond lichaam en zo verder. En dan kan je eigenlijk in 2A kiezen tussen ofwel maatschappij en welzijn, dan ga je meer de verzorgende en sociale kant uit, ofwel naar stemwetenschap en dan ga je meer de wetenschappelijke weg inslaan. Naast ons seminari focussen wij ook heel hard op remediering. Wij hebben elke week uren remediering voor Nederlands en wiskunde. Zoals je soms misschien de DT-regels nog moeilijk vindt, of je bent juist een echt rekenwonder, dan kan je eigenlijk in die uren terecht voor extra uitdaging over bepaalde leerstof of nog eens extra herhaling over iets dat je al gezien hebt. Die remediering gebeurt ook in kleine groepjes, waardoor we dus je nog extra goed kunnen begeleiden daarin. Daarnaast focussen wij ook op onze huidige veranderende maatschappij door het vak actief burgerschap in te richten. Daarin gaan we eigenlijk kijken naar actuele thema's zoals diversiteit, mensen- en kinderrechten, geweldloze communicatie en eigenlijk alles wat er in de wereld een beetje gaande is. In het tweede jaar komt daar dan nog een uurtje economie bij, waar we ook leren omgaan met geld en financiën. We hebben kleine klasgroepen waardoor de leerlingen elkaar allemaal heel goed kennen en de leerlingen de leerkrachten ook kennen en andersom. Daardoor kunnen we eigenlijk heel goed rekening houden met iedereen zijn wensen, noden en eigenlijk het onderwijs een beetje op maat van de leerling afstemmen.